Dus eigenlijk nu, afhankelijk waar de hoogte ligt, kan ik ook met tegeneffect. Repetitie, renversé, maar op een langere afstand. Nu, eigenlijk dezelfde, min of meer dezelfde positie. Dat is een punt die we regelmatig in de artistiek of fantasie spelen. Lijkt moeilijk, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Repetitie van de band, 1, 2, derde band is de korte band. Dat is eigenlijk, hopelijk, niet te moeilijk. Ik heb al drie banden. Ja, heel goed. Zo, eigenlijk nu, de ballen waren heel dicht bij elkaar, een afstand van 30 centimeter. Als je nu een bal hebt, als je moet doorschieten, en je hebt een lange afstand tussen bal 1 en bal 2, alleen door het rollen van de bal gaat die bal 1 wel genoeg doorschiet krijgen om zijn afstand te hebben eigenlijk. Dus deze, dat is hetzelfde als de vorige, die speel ik met een renversé, volop de gele, en ik zal hem vrij zacht spelen. Gewoon echt zelf overdreven om te laten zien dat je daar echt geen afstoot voor nodig hebt. Dan moet gewoon... Zonder enige inspanning. Voilà. Als Cyril dat kan. Die bal kent iedereen waarschijnlijk op al gezien. 1, 2, 3. Met een beetje curve. Door de afstand tussen 1 en 2 is er helemaal geen energie nodig. Gewoon bijna vol, een beetje aan de rechte kant. Maximaal effect en dat die curve komt vanzelf. Ik zal hem weer heel zacht proberen te spelen, dat jullie zien dat er echt niks nodig is. Ja. Geen inspanning nodig. Dat maakt het toch makkelijker om die bal beter te raken, want als je te hard speelt, ik wil wel een beetje zo doen van achter en ik moet ze doen. Wie doet dat? Het is mijn eerste. Ik ben onze leraar. Zalig, ik wil wat vragen. Hij zei dat, geen mijn eerste. Hij moet eigenlijk zelfs niet hoog. Hij moet gewoon maximaal effect. Centerbal, klein beetje boven, meer niet. Zo. Dus met een lange afstand, niet te hard. Waarom ook die afstand, maar dat die bal voorwaarts rijdt of loopt op de, of, ja, loopt om de op de tafel en krijgt automatisch zijn rotatie naar voren. Nu, als je hier bent, dichtbij, moet er wel een klein beetje harder spelen, want anders komt die curve er niet uit. Zo. Dat was toch niet overdreven hard, hè? Maar die bal moet wel een beetje scherp aangespeeld worden. Die bal kent iedereen of heeft iedereen al gezien waarschijnlijk. Nu gaan we iets anders zetten. In Korea spelen wij voorband telt voor twee, dus de voorbanden, losse banden zijn allemaal heel belangrijk.
Ik heb daar eigenlijk iets geleerd van, is dat de Koreanen nu heel veel spelen. En dat eigenlijk voor iedereen interessant is. Voor band op die bal en naar de hoek komen hier. Dat is vrij makkelijk. Vrij, nou makkelijk niet, maar... Je moet gewoon hoog spelen, bijna zonder effect, en een beetje snelheid. Die bal die blijft aan de band, en dan komt die gewoon naar de hoek. Als hij niet lost. Altijd naar de hoek. Ja? Nu, die bal die ligt hier. Wat moet ik doen? Gewoon een klein beetje effect steken. Daar gaat hem om de korte bal meer met effect komen dan hier. Oké, dat was het. Heel top. Bedankt voor jullie aandacht.